Welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we bij een bunker waar als het goed is een heel groot gangstelsel schijnt te zitten. We hebben de bunker in ieder geval gevonden. We gaan een kijkje nemen tot hoe ver de gang gaat. Kom met ons mee. En er waren al mensen naar binnen. We zijn niet de enige hier. We hebben gelukkig wel geblufft, dat is goed. Ja, mooi. Anders zie je helemaal niks. Ophangen hier zo. Het is ook lekker koud hier binnen. Tja, het is echt koud hier. Lekker fris. Oké, dit loopt helemaal onder die berg door, joh. Best grappig. Dat is best grappig, ja. Kijk, het donker. Misschien is het ook dadelijk tof om een foto hier te maken. Hé, hey, gast, het is geen bunker, dit is gewoon een grot. Ja, maar dit is een soort gangstelsel en die loopt verderop ze de fort. En deze bunker loopt tot aan het fort. Alsjeblieft geen afslagen nemen of wat dan ook. Oh joh, kom, we gaan alle random gewoon een paar afslagen nemen. Ja, kijken of we kunnen verdwalen. Dit is wel weer bunker. Ja. Kijk, dat zou kunnen, hè? Ja, dat is wel dood. Oh ja. Kijk, hier is een gaatje. Maar is dat het einde daar? Ja, dit is duidelijk wel een plek waar mensen chillen. Ja. Het is een plek waar people chillen. Ah ja, verder heb je niks. Daar loopt hij dood, zie je? Ah ja. Daar loopt hij dood. Gelukkig. Damien begint al te knijpen op het moment dat we meer. Ja, als we in donkere grotten, dan ben ik altijd een beetje... Ja? Ik vind het ook wel wat, hoor, best wel spannend. Ja? Nou, dat heb ik hier niet. Waar veel afslagen zijn en zo, weet je, wordt zulke gekke verhalen dat mensen verdwalen en niet. Ja. Daar ben ik altijd een beetje gekeerd voor. Moet je helemaal wakker van. Ik had ergens gelezen dat het gewoon een half uur lopen was naar het einde. Oh, dat is wel nice. Gewoon 2-3 kilometer lang was het. Ja. Hey, jongens, dat is 3 kilometer, hè? Nou, maar kijk, hier kom je denk ik weer bij die ene uit, zie je? Wow, dat is nice, man. Nou ja, laten we gewoon even zeker weten dat het oké is. Dat is weer uitgaan. Maar ik heb geen zin om hier nu die weg te gaan nemen, zeg maar. Okay. Zullen we die weg nemen, man? Ja, dat gaan we niet doen. Nee, oké, die maakt mij niet uit. Oh ja, dat is allemaal... Kijk uit. Weer een soort deuropening. Kijk uit. Een soort zijafslag. De fledermaus. Ja, leuk. Nou, voor de rest niks? Nee. Die fledermaus. Maar het is wel apart dat je allemaal zijingang hebt van deze grot. Dit hebben ze dan helemaal uit die berg, hebben ze dan deze grot gehakt. Ja, hè? Dat is wel apart, toch? Nou, we zijn ongeveer een kwartiertje aan het lopen nu. Hier zie je ook een grote opening. Het lijkt of dan in deze tunnel zeg maar twee buizen zijn, of twee gangen. Als je hier doorheen loopt, en dan komt weer een soort gelijke gang uit. Die loopt er al de hele tijd parallel naast. Wat is het? Oh ja, dat lijkt wel dat er een trap hier is. Ja joh, kijk, een trapje naar beneden. Zou die andere gang dan dieper lopen? Ja, die soort bad of zo. Wat is dat? Dat de deur hier in het gangenstelsel. Met een luchtkoker. Daar nog meer. Maar het grappige is dat hier dus die kabel loopt. Dat is denk ik voor elektriciteit geweest. Ja. Hier ook hele mistige lucht, zie je. Het is hier wel meer donker. Het is wat vochtiger hier inderdaad. Ja, maar je bent natuurlijk ook helemaal die berg in gelopen. Waar zou hier die gleuf voor zijn? Ze hebben hier helemaal een gleuf gemaakt. Misschien voor een... Ja, ik weet het niet. Of voor die gleuf is. Ja. Het lijkt een soort garagebox in... Kijk, er zit hier ook een dakje op, zie je? Kijk. Hier een leiding, oké dan. Hier op een liep een leiding van iets. Ja. Hier weer een opening, maar waarom hebben ze hier een dakje boven? Het lijkt alsof deze opening eerst helemaal dit was en dan ook gebroken is. Ja. Maar kijk, hier hebben ze ook met hout hier. Echt verstevig in dit. Ja, maar wat is daar boven dan? Ja, niks. Gewoon hetzelfde. Niks. Het is nee. Gewoon puur te verstevig in. Ja, maar het is toch apart. Een soort garageboom. En daar ook weer een andere tunnel. Moet je zien. Zo. Snel de deur. Oh, nice, man. Oh, wow. Hey. Ja, joh. Vanaf hier lijkt het net een soort grot waar we in. Maar hier kom je er bovenuit. Het is ook meer een grot dan een... Ja.
Ja, dit is wel apart. Dit is wel echt nice. Dit is wel apart, ja. Ja. Ik vind het wel mooi, man. Ja, dat heeft toch ook weer iets wat anders. Het is een ander soort bunker dan wat we altijd normaal doen. Tunnel en die kom je ineens bij het daglicht. Dan heb je dus gewoon bijna 3 kwartier of een half. Nou ja, ja we zijn 3 kwartier bijna, ja, bijna een uur binnen geweest. Hij komt ook omdat ik iets heb gekloten. Ja. Het is tuin van ja, verwacht je ook niet. In ieder geval dat er een meis van achter zo zit. Maar dat komt, ik kon op Google ook niet zien waar die grot uitkwam. Maar ja, dan lopen hier wel meer mensen doorheen zo te zien. Die zijn niet de eerste in ieder geval. Maar hier komen gewoon bij een weg uit. Hier komen gewoon bij een weg uit. We komen gewoon bij een parkeerterrein uit. Nou, na die tunnel komen we uiteindelijk uit nu bij het museum, bij het fort. Ja, 2 tanksoorten. Dat gaaf, ja. En het dicht is alleen. Dat zou wel grappig zijn. Zondag is denk ik alles dicht hier. Oh ja. Het is ook wel apart, hier zie je echt de schade aan het fort ook. Ze hebben dit best wel even gebombardeerd dan. Met een nieuwe bom. Oh, dit was het beste fort, stond er op het bord net van Europa. Destijds. Ja, ik kan met een trapje omhoog. Ah, ik kan met een trapje omhoog. Boven kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Like even de video en abonneer even op ons kanaal. Nou, we zijn net terug van een lange tocht. De gang was 3 kilometer en we gaan nu weer terug.